We staan bij een grote brand in Overveen. Hoe laat is het ongeveer begonnen? De brand is rond 7 uur ontdekt door voorbijgangers, gemeld. Wij zijn ter plaatse hier gegaan en bleek al snel dat het om een behoorlijke brand ging. Een beetje op het middenterrein van deze camping Bloemendaal in Overveen. Wij hebben eigenlijk ook meteen weer opgeschaald naar grote brand, gezien de watervoorziening, gezien de omvang van de brand. Om 9:15 hebben wij het zijn brandmeester gegeven en op dit moment zijn wij nog steeds aan het nablussen. Kunt u vertellen wat er precies in brand heeft gestaan? Ja, dat was een opslag van strandtent Woodstock uit Bloemendaal die eigenlijk in zijn geheel op dat middenterrein stond en ook als verloren beschouwd mag worden. Er was mogelijk sprake van gevaar voor gasexplosie, kunt u daar wat over vertellen? Ja, dat klopt. Er stond een grote propaantank aan de achterzijde geparkeerd. En die is door de brandweer gekoeld en is verder niet geëxplodeerd, maar dat was natuurlijk wel even een punt van aandacht.